Voorzitter, en tot slot, ik weet dat er ook nog apart een debat aan zit te komen over corona. Maar omdat het een onderwerp is wat natuurlijk ook ons allemaal zozeer steeds weer bezighoudt, vond ik het toch ook wat ongemakkelijk om dat hier ongenoemd te laten. Juist ook tegen de achtergrond dat we zien dat ook weer het kabinet zich beraadt, wordt gebroed op nieuwe coronamaatregelen. Wil ik toch ook de zorg hier delen dat we zien dat ongevaccineerden in toenemende mate als zondebok worden aangewezen. En zeker, ik zeg het hier ook hardop, wij zien dat vaccinatie bijdraagt aan het voorkomen van de verspreiding van de ziekte en van ziekenhuisopnames. Maar als de minister tegen ongevaccineerden zegt dit bed had niet bezet hoeven zijn, het kwam al een paar keer terug, dat heeft er echt wel bij heel veel mensen heel erg ingehakt. Dan draagt dat bij aan tweespalt in de samenleving. Dan is dat ervaren als olie op het vuur. Dan voelen mensen zich daardoor gegriefd. En ik herinner de minister dan toch ook graag aan het advies van de gedragswetenschappers van het RIVM. Die zegt respecteer en erken de legitimiteit van verschillende meningen, percepties in een maatschappelijke discussie. En is het op dit punt dan nu niet misgegaan, vraag ik de minister. En wil hij daarin toch nog eens even nadrukkelijk daar ook op reflecteren. En wij roepen het kabinet op, kijk breder dan alleen vaccinatie. Denk ook bijvoorbeeld aan zaken als invoering in gebruik van innovatieve geneesmiddelen en behandelingen. We krijgen signalen dat dat eigenlijk veel te traag gaat. Wat kan bevorderd worden dat ook dat proces met alle zorgvuldigheid die daarvoor nodig is, dat die toelating ook verder versneld kan worden of ook de verstrekking na de toelating ook versneld kan worden. Voorzitter, de coronacrisis legt de kwetsbaarheid in ons zorgstelsel pijnlijk bloot. Bleek te weinig verder te botsen, bijvoorbeeld op de IC's. Vandaag ook nog hoor ik weer een noodkreet van een verpleegkundige die zegt het opschalen van de ziekenhuiscapaciteit is gewoon mislukt. Wat kan gedaan worden om nu meer IC-personeel te werven, om die hindernissen die er zijn wel weg te nemen? En ik noem tot slot ook de publieke gezondheidszorg. Waarom is er in deze begroting nog geen voorstel opgenomen om de publieke gezondheidssector te versterken? Wij vinden het noodzakelijk om daar in 2022 al een belangrijke stap in te zetten en vandaar ons amendement om ook extra geld al het komende jaar te reserveren voor een versterking van de infectieziektebestrijding. En vanzelfsprekend horen we ook graag de reactie van het kabinet daarop. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Staaij. Dan geef ik het woord aan de heer Kousou van Denk.